We waren te gast in Paul Bering, in Wevelgem, in Antwerpen en vandaag in Wortegem-Petegem bij Willy Nasens, de Willy Nasens. Want ook Willy Nasens neemt met 3 bedrijven deel aan de VOCA-quiz. En de vraag die we hier stellen is, wie bouwt meer dan 100 zwembaden per jaar? Maar eigenlijk is de grootste zwembadbouwer van België die meer dan 100 zwembaden, maar veel meer dan 100 zwembaden per jaar bouwt. En ik ben fier voor dat ik vertel. We zijn nummer 1 in de industriebouw, we zijn nummer 1 in de zwembad en we zijn nummer 1 in de betonprefabricatie in België en een gedeelte in Benelux. En we zijn nummer 2 in de voedingsdistributie. Hoewel heel eenvoudig. Eerst en vooral, uw bedrijf is gestemd op uw medewerkers. En alles begint bij de kapitein, dat zijn wij. En als de kapitein zich laat omringen door de juiste mensen, en wel, dan kun je vooruit. Hard werken, logisch denken, boerenverstand gebruiken en onthouden, hard werken, maar bereken de risico's. Dat is geen dat ik zou adviseren aan de jongere ondernemers, vergeet het, quality time is nu zo, het is de mode, maar hard werken, daar beginnen we bij. Wel, heel eenvoudig, een van mijn 10 geboden is zorgen voor naambekendheid. Alles begint bij de naambekendheid. Als je naambekendheid hebt, kun je publiciteit maken en dan stuur je de vertegenwoordigers op aan. En daar begint het bij. Naambekendheid is zeer belangrijk. Ik ben misschien een flamboyante ondernemer, maar ik weet dat dat rendeert. En waarom doen we mee aan de VOCA? De VOCA, dat is de klinkende naam. En de VOCA, dat schenkt vertrouwen in het grootste deel van de ondernemers. En ik heb al ondervonden, als je lid wordt van de VOCA, dan kun je veel kans om te gaan lobbyen. En lobbyen is zeer interessant. Weet je dat je moet weten wat dat je concurrent doet, je collega, zeer belangrijk. Wel, zulke dingen, daarvoor gebruiken we de VOCA. We gebruiken ook de VOCA voor een service. En in mijn ogen is dat de juiste vereniging.